Op 12 september werd Zorg- en Wooncentrum De Haven geopend. Er waren jaren van sloop en bouw geweest. En er was een mooie bezichtiging die dag, de 12 september. Dus je zou denken, nu weet iedereen hoe het in de haven toegaat en hoe het eruit ziet. Toch blijkt er nog best veel onduidelijkheid te zijn. Hoe gaat dat nou in die keuken bijvoorbeeld? Hoe ziet Havenstaten eruit? Wat kan de haven eigenlijk allemaal leveren aan zorg? Dus we gaan er een serie van maken. We gaan eens uitgebreid rondkijken in de haven. En de heer Sneep die zal ons vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Maar eerst beginnen we in de keuken. Martin Noordegraaf, je bent hoofd voedingsdienst. Ik zie je de schitterende keuken. Hè? Ik heb al even mogen kijken, maar we laten het de mensen thuis ook zien. Maar het is een tijd geweest dat het allemaal gesloopt was. Hoe ging het toen? Ja, hoe het begon. Met name eigenlijk een kwestie van de plannen lagen er al. Dus ze zijn alleen iets naar voren gehaald op een gegeven moment. En ja, op een gegeven moment kom je op een punt dat men zegt van oké, dan kun je niet meer in je keuken. En dan moet je dus naar een noodvoorziening toe. We hebben bijna 2 jaar in een noodvoorzieningskeukentje gezeten. Dat was een kant-en-klare container waar alle apparatuur in zat. In beginsel hebben we ook geprobeerd om te zeggen van nou, moeten we dan ook dat moment gelijk aangrijpen om te zeggen van gaan wij producten wat meer kant-en-klaar binnen laten komen om ook te kijken naar de nieuwe situatie die weer zou komen. Want de keuken die we nu hebben is een keuken, dat noemt men een compact keuken. Ja, een compact keuken. Ja, voor iemand die daar niet in werkt, die zal zeggen van maar die ruimte is zo groot. Nee, dat valt wel mee. Het is geen productiekeuken als zodanig, het is een compact keuken. Alleen hebben wij op een gegeven moment gezegd van nou, een compact keuken waarin wij wel degelijk zelf de maaltijd kunnen produceren. Zoals wij dat in het verleden ook gedaan hebben. Ja, toen alles nog bij het oude was. Toen alles nog bij het oude was. Ja, en in die tussentijd hebben jullie toen wel een tijd gehad dat alles aangeleverd werd? In de tussenperiode hebben wij een hele korte periode gekend waarin producten kant-en-klaar binnenkwamen. Dan moet u denken aan het vlees wat kant-en-klaar binnenkwam, ofwel de groente die kant-en-klaar binnenkwam. Alleen wij als koks waren daar eerlijk gezegd al niet over te spreken, omdat ons vak wat dat betreft dan alleen beperkt bleef tot het openknippen van een verpakking en het opwarmen daarvan. Ja, er is eerlijk gezegd geen aardigheid aan. Dag creativiteit. Dat hè? Is ja. Echt een doodsteek voor een kok, eerlijk gezegd. Maar ook de bewoners, want ja, we hebben hier natuurlijk wat dat betreft een hele korte lijn naar bewoners toe. Hè. Bewoners weten ons ook te vinden als er iets niet in orde is, wat natuurlijk ook kan gebeuren. Komen bewoners ook wel vrij snel naar je toe of zeggen ze het direct van nou, kok, dat eten van gisteren, dat vond ik niet goed. Nee. Dat kan. Dat gebeurt ook in een thuissituatie, dat gebeurt ook hier. Zijn we ook open en eerlijk in. Alleen op dat moment was het voor ons wel een signaal dat we zeiden van ho, stop. Wij moeten ons gaan beraden op wat wij in de toekomst kunnen gaan doen in die compactkeuken. En dat beeld is steeds verder gegroeid en op een gegeven moment is er steeds meer uitgekomen van wij moeten helemaal niet al die dingen kant-en-klaar binnenkrijgen. Nee, wij moeten gaan kijken naar een mix. Sommige dingen zullen we inderdaad kant-en-klaar binnen laten komen. Maar dan maken we een afweging waarvan we zeggen van is dat een kwalitatief goed product? Is de prijs daarin goed? Is de presentatie daarin goed? En dan zeg je van oké, dan kies ik daarvoor. Waardoor ik misschien wat tijd overhoud en zeg van ik kan op die manier bijvoorbeeld dat runderlapje weer lekker zelf ouderwets stoven. Ja, want ik zit bijvoorbeeld te denken van dan zou je een toetje kant-en-klaar kunnen laten komen. Maar ik heb net gezien dat ze zelfs vla hier staan te koken. Ja, klopt. Ja. Dus wat komt er dan eigenlijk nog wel kant-en-klaar binnen? Nou, eigenlijk niets. Nagenoeg niets. In zoverre dat het omeletje, ik gebruik dat altijd als voorbeeld. Een omeletje, het klinkt voor mensen dan misschien raar. Maar die komt kant-en-klaar binnen. Dat is een mooi gevormde omelet. Dat krijgen wij zelf niet zo voor elkaar als je er dus inderdaad 200 moet maken. Nee. Want daar gaat het over. Dan heb je zoiets van, dan maak ik daar een keuze in dat ik zeg van, die laat ik kant-en-klaar binnenkomen. Maar inderdaad, de vla, ja, wij hebben heel lang de vla zelf gekookt in de oude situatie. Op een gegeven moment ging de vlaketel kapot. De reparatiekosten waren dermate hoog dat wij zeiden van ja, dit kunnen we niet maken om hierop te investeren, omdat we in de toekomst iets anders zullen moeten gaan doen.
Dus toen hebben we gezegd kant-en-klare vla. We hebben dus jarenlang kant-en-klare vla gedraaid, gekocht in monoverpakking. Dus het was allemaal netjes gesield, dus het zag er ook heel mooi uit. Alleen, ja, met het oog op de nieuwe keuken hebben we gezegd van, willen we dat nog? Of willen we weer onze eigen vla kunnen gaan draaien? Waarin je kunt zeggen van, nou, je hebt bijvoorbeeld een doos met koekjes die kapot zijn. Weet je wat, je doet onderin wat koekjes of je doet er eens een garneringtje op of je doet eens een andere smaak. Ja. Je bent veel vrijer daarin. Ja, en inmiddels koken we weer onze eigen vla voor de mensen hier in huis. En wat zeggen de bewoners daarvan? De meeste bewoners zijn daar absoluut zeer te spreken over. Alhoewel ze warme pap op maandag, ja, dat rijstepap, nou, dat vindt men het lekkerste, denk ja. ik. Ja, zit er ook zo'n groot vel op die vla van jullie? Nee. Dat zul je straks zien. We laten straks even de vla machine zien. Het is een heel mooi apparaat. Een duur apparaat. Maar we hebben toch gezegd van op die manier kunnen we ook aan de strenge wet en regelgeving voldoen. En we kopen deze machine en we schrijven hem af in een bepaalde termijn. Geweldig. Nou heb ik hier al even rondgekeken. Het lijkt me leuk dat men ook even rondkijkt. Zou jij ons willen rondleiden? We gaan een blik in de keuken zelf werpen. Dat is goed. Goed, maar dan gaan we nu eerst maar eens even bij de vla kijken, want we hebben het erover. Heel Laten leuk we idee. Even zien. We komen hier dus in een ruimte. Dat noemt men een geconditioneerde ruimte. Dus een koude keuken. Iets verder lopen, de deur gaat automatisch dicht. Het is hier, zie je op de display, omdat de deur iedere keer open gaat, nu 11 graden. Daar straks was het 8,6 graden. Bibber de bibber. Bibber de bibber voor medewerkers, maar er zijn ook mogelijkheden. Kijk, medewerkers hebben hier een bodywarmertje aan, omdat het inderdaad erg koud is. Nou, de vlaammachine. We hebben hier vandaag citroenvla. Nou, dat is op het moment dat ik de deksel open doe, dan stopt hij. Maar dit is dus zelfgemaakte citroenvla. En op de display staat dat hij momenteel 4 graden Celsius is. Deze vla die is vanmorgen om 7 uur is die bereid. Toen was de vla 100 graden uiteraard. Hoe krijg je dan zo snel zo koel? 2 uur later is de vla op 4 graden Celsius. Dat heeft te maken met het feit dat er zit een inwendig een koelmachine in. Ja, en die zorgt ervoor dat die vla, want er zijn spiralen langs de wand, daarvoor komt iedere keer ijskoud water langs, waardoor de vla dus inderdaad op 4 graden Celsius komt. Nou, en hier wordt de vla dus in bakjes uitgetapt. Straks gaat er een dekseltje op. Ja, en dat moet natuurlijk heel lekker zijn, maar moet ik dat maar zo geloven dan? Nou, je mag het wat mij betreft proeven, maar dan moet je een bakje pakken. Dat is op zich geen probleem. Even een proefje doen. Eens even kijken of ik nog een lepeltje heb hier. Nou, het is echt zonder dat ik overdrijf om te smullen, ja. Zo lekker koop je ze niet, hoor. Echt heerlijk. Mm. Nou, hier wordt de vla dus inderdaad in bakjes gedaan. En die gaat dan straks zo naar de bewoners toe. Dat gaat in een geïsoleerde krat. Gaat dat dan straks mee onder op de kar. Verder doen we hier ook alle producten bewerken die dus koud moeten blijven. Nou, hier is mijn collega Pim. Is bezig met het maken van spinazietaartjes. Het klinkt misschien wat raar, maar de spinazietaartjes die zijn we mee aan het voorbereiden voor de komende diners die we allemaal krijgen in de kerstdagen. In de kerstdagen draaien wij ongeveer een 400, 500 diners in één week. Dus ja, dat kunnen we nooit allemaal op het laatste moment doen, dus dat moeten we iets voorbereiden. En Martin, en daar is Pim nu mee bezig. Wat vinden Ootje en Groof nou van een spinazietaartje? Ja, dat moeten we nog afwachten, want dat hebben ze nog niet eerder gehad, eerlijk gezegd. Dus wat dat betreft hopen we dat we daarmee toch weer iets proberen waarvan mensen zeggen van, oh, vind ik toch ook wel lekker. Ja. Ik zie hier van alles erbij gezet, de roef, de luwte, het anker. Ja, nou, we zijn hier inmiddels weer beland in het warmere gedeelte, want het was daar toch wel erg koud. Dit zijn bemmeries, zoals wij dat noemen. Daarin wordt de voeding warm gehouden, de maaltijd. Nou, het anker, dat is een dagbehandeling van de zilvermeel. De luwte is een dagbehandeling van de haven. En de roef, dat is een groepsverzorging. Daar kunnen bewoners terecht die overdag op die manier bij elkaar gezelligheid zoeken. Ja. Ook, waar men ook eet. Er zit nu niets in, denk ik. Ja, er zitten hier aardappeltjes in.
gekookte aardappeltjes. Want men heeft vandaag ook gebakken aardappeltjes, maar er zijn altijd mensen die liever gekookte aardappeltjes hebben. Dus die keuze is er. Aan de andere kant hebben we dus ook bain-marie's, maar die zijn wat groter. Daarmee gaan we door het verzorgingstehuis en ook door de zilvermeel. Daarin wordt ook weer de maaltijd warm gehouden. We zien hier een lijstje zoals wij ze dus gebruiken met de indeling van dezelfde bain-marie. Waarvan we zeggen van nou, nu zijn er 33 personen vlees vandaag, 33 personen groenten, de dieetafleidingen, de keuzemogelijkheden. Gaat allemaal in diezelfde bain-marie, gaat allemaal op dezelfde manier mee. En ook bain-marie betekent dat het in het water warm gehouden wordt. Ja, we laten het even zien. Hierin zit water 90 graden, waardoor het warm blijft. En met deze bain-maries gaan we dus inderdaad door het huis. Nou, de hakballetjes zijn gaar en gaan in de bain-marie. Dus een lekker ambachtelijk balletje. Het ziet er heerlijk uit. Lekker bruin, hè? Ja, hè? Met een beetje jus, houden de mensen ook van? Ja, klein beetje jus erbij. Ja. Jus wordt ook zelf gemaakt. Het liefst een beetje een jus waar wat vet op zit. Vinden de bewoners heerlijk. Ja? Ja. Vandaag staat er op het menu spinazie voor het B-menu. Nou, die zit hier nu in deze oven. Daar wordt ze in gestoomd, in dit geval. Ja, dat werkt eigenlijk helemaal automatisch. Daar hoeven we alleen maar instellingen aan te doen. En stomen en koken, smaakt dat hetzelfde, Martin? In stoom koken smaakt hetzelfde, met name op het moment dat je dus na die tijd wel zorgt dat je je smaakstoffen toebrengt. Spinazie, een beetje peper en zout. Een klontje roomboter doet ook wel eens een wondertje in de spinazie wat dat betreft. Een beetje nootmuskaat. Eventueel wat afbinden met paneermeel, want dat vinden mensen ook erg lekker, dat is ouderwets. Ofwel met spinazie à la crème, hè. Dan wordt het dus afgebonden met room en wat ei daardoor. Maar wordt het verwacht van de mensen die bijvoorbeeld van tafeltje dekje krijgen dat ze dat zelf nog doen? Voor tafeltje dekje bereiden we het precies hetzelfde. Alleen voor tafeltje dekje is het de bedoeling, zoals het nu gaat, voor tafeltje dekje doen we het zo dat het wordt gekookt. En nadat het gekookt wordt, gaat het direct in de blaschiller. En de blaschiller, dat is niets anders dan een koelkast die met grote ventilatoren, waardoor er heel veel koude lucht in een kleine ruimte wordt geblazen, waardoor het product heel snel wordt teruggekoeld. Ook weer vanwege de wet en regelgeving, de ACCP-norm die we daarin hebben, moeten wij producten versneld kunnen terugkoelen. Voor tafeltje dekje, om een voorbeeld te geven, moeten wij, dat staat ook hier op de formulieren, we hebben hier een registratieformulier. En dan zien we dus dat de temperatuur na 5 uur ten hoogste 7 graden Celsius mag bedragen. Maar dat is deze koelkast. We zullen er een blik in werpen. Ik heb geen blik bij me om te werpen. Nee, maar met ons oog doen we dat. Je ziet, er zit daar een thermometer. De thermometer hangt nu in de jus. Die jus moet teruggekoeld worden. Dat is voor tafeltje dekje. Dit is de klapstuk van morgen. Heb je zin? Zo. Nou, je ziet het. Een lekker laurierblaadje. Het zit er allemaal bij. Maar mijn vraag was eigenlijk van, als iemand die spinazie nou krijgt, moet hij daar nog een klontje boter, een beetje nootmuskaat zelf bij doen? Nee, dat hoeft niet. Nee. Dat hebben jullie gedaan. Oké. Okay. Tafeltje dekje afnemers, die krijgen hun maaltijd in een drievaks schaal. Ja. Aardappelen apart, groenten apart en vlees met jus of vis met saus. Dat wordt afgesield met een folie. Een stickertje komt erop. En dat wordt dus bezorgd door vrijwilligers via een koeltransport. En dat moet dan in de magnetron opgewarmd worden? Dat, met of zonder? Met folie, zonder gaatjes prikken, kan men het gewoon opwarmen in de magnetron. Magnetrons, als mensen die niet zelf tot de beschikking hebben, krijgen ze die van ons er in principe bij. Kijk, wat een service. Vandaag staat er op het menu gemengde groentes. Nou, die zitten hier in de ketel. Dat noemen wij een ketel, dat is een kookketel. Zoals u ziet, nou, heerlijk gemengde groentes. Een melange van wat doppertjes, spersieboontjes, bloemkool,
worteltjes. En hier vanuit de ketel gaan ze ook weer direct in de bain-marie's. Want ja, we moeten die temperatuur natuurlijk goed kunnen waarborgen. We hebben dus twee van deze kookketels. Eén kookketel 100 liter inhoud en één kookketel 150 liter inhoud. Dat staat erin. Deze kookketel die heeft een roerwerk, waardoor we dus stampotten, maaltijdsoepen, dan gaat het roerwerk aan en dan wordt het automatisch omgedraaid. Hier hebben we een braadslede. Dit kun je het beste vergelijken met een koekenpannetje thuis. Alleen deze koekenpan is iets groter dan de gemiddelde thuis hebben staan. Maar hierin kan gewoon de boter en het runderlapje of de carbonade of het blindevinkje gaat allemaal hierin. Alleen is hier dan het voordeel van dat deze die kan dus automatisch gaan kiepen. Ik krijg ook zo'n zin in zo'n keukentje als jullie. Hè? Ze zijn te koop hoor, ja? Die kleine versies. Ja. Mooi spul. Helemaal mooi. Want als je je jus hebt gemaakt, dan kun je op deze manier ook je jus er makkelijk uit laten lopen. Nou, hier hebben we dan de friteuses. We hebben twee friteuses. Er zit nu nog niets in, maar straks worden er aardappeltjes gebakken voor het huis. En hier zijn we bezig met een klein beetje stip te maken. Een beetje boterstip. Het zal waarschijnlijk zijn voor iemand die paling heeft besteld. Want als iemand jarig is, dan kan hij of zij kiezen wat hij wil eten. En dat betekent dat ze dus samen met iemand van de familie of een vriendin of een kennis de maaltijd kan gebruiken. En ja, 80% kiest eigenlijk voor stoofpaling. En met lekkere met erebos en paapstip. Ja. Ja, dat klopt. We zijn hier nu dan beland in het schone gedeelte van de afwaskeuken. De afwaskeuken is eigenlijk opgesplitst in twee helften. Een schone kant, dat is deze kant. En een vuile kant, dat zien we ook, want daar zie je toch het een en ander aan vuile spullen staan. Die dus hier door de afwasmachine heen gaan. De afwasmachine gaat automatisch omhoog, de kap. Er zit hier nu vuile vaat in. Op het moment dat we dus dan zeggen van nou, we zetten iets in de afwasmachine, drukken we op een programmatoets. De afwasmachinekap zakt automatisch naar beneden. En je zult het horen. De afwasmachine gaat automatisch aan. Zeepdosering is automatisch. Dus dat gaat volledig automatisch op de machine. Is ook ingesteld op het programmakeuze wat je gekozen hebt. Programma 1 is het korte programma. Hoe kort? Wanneer is het klaar? Hij is nu over 1 minuut afgelopen. Dus hij doet er 1 een minuut en 3 seconden over. En wat is lang? Wat is lang voor jullie? Het lange programma is 6 minuten. Kijk, de afwasmachine is klaar. Dus de vaat zal schoon zijn. Het stoomt wel wat, maar... Ja. En dan gaat hij vanzelf omhoog, inderdaad. En dan gaat hij vanzelf automatisch omhoog. Nou, het enige wat we hoeven te doen is naar beneden deze weg te halen. Brandschoon. En het is echt wel schoon hoor. Je vroeg net van waar is dit apparaat voor? Nou, dit apparaat is een slanghaspel, alleen is die wat groter, hij maakt nu wat herrie. Je kunt hem dus helemaal afrollen en op het moment dat ik hem helemaal heb afgerold, kan ik overal in de keuken komen, ook in de koeling kan ik komen. En kan ik gewoon op deze manier water en sop, want het wordt gemengd in dit apparaat, kan ik dus overal water en sop sproeien. Dus als je denkt, mijn collega is zo vuil geworden van het koken. Ja, dan kan ik hem wel een schrobbeurtje geven met dit apparaat. Nou, en het voordeel is, hij rolt vanzelf weer op, dus je hebt er ook geen last van als hij daar hangt. Nou, vanaf het begin, 's morgens vroeg, om 6 uur gemiddeld, komt er een leverancier met een grote vrachtwagen met een koeling erop. Die brengt de spullen hier binnen. Nou, dat komt hier binnen. Die meneer die heeft een sleutel en die mag het dan hier in de koelkast plaatsen. De koelkast is eigenlijk een koelcel. We zullen het even laten zien. Dit is de koelcel van ons. Hier staat het een en ander opgeslagen. Nou, we hebben net de koelcel gezien. Dat was natuurlijk voor de producten die koud opgeslagen moeten worden. Maar we krijgen ook producten die niet koud opgeslagen moeten worden. Dus die komen in een DKW-magazijn. Dat hebben we hier. Dat zijn draaistellingen. Vanwege de capaciteit die we hadden, de beperkte
ruimte die we hadden, hebben we gekozen voor draaistellingen. Op deze manier konden we eigenlijk op deze aantal vierkante meters, konden we toch 100 vierkante meter kwijt. Hier hebben we nog wat drankjes staan. Nou, voor Bunschoten Spakenburg toch wel bekend, denk ik. Een zonnemaatje. Een beetje cola erbij eventueel. Een colaatje erbij. En dat is voor verjaardagen, begrijp ik? Dat is voor verjaardagen, ja. We verzorgen dus de verjaardag voor met name bewoners, maar ook 55-plussers, want ja, die zijn ook welkom. We houden ook 55-plus maaltijden, twee keer in de maand. Dus dan, die mensen komen ook wel eens van, nou, mogen wij hier dan ook onze verjaardag vieren? Dus ook mensen die hier niet wonen en 55-plus zijn, kunnen dat aanvragen? Ja, want die hebben natuurlijk toch een bepaalde binding met de haven als zodanig, want ze komen hier ook als klant van de haven voor de 55-plus maaltijd. Dus het gebeurt inderdaad een enkele keer dat er wel eens mensen zijn die zeggen van, goh, mag ik ook mijn verjaardag vieren, want mijn moeder woont hier en ik ben zelf ook 55-plusser. Mag dat dan? Nou, dat mag. Het zijn de schoonmaakschema's dit. En hier hebben we de registratie van de ACCP, wie wat moet doen, zeg maar. Dus het moet hier natuurlijk brandschoon zijn. En dat is het ook, heb ik gezien. Maar er wordt ook gecontroleerd natuurlijk. Daar wordt ook op gecontroleerd, ja, door de Voedselwarenautoriteit. En zelf doen wij ook één keer per maand, noemen we dat een audit. En dan gaan we dus zelf met een map gaan we kijken van, klopt alles wat we daadwerkelijk doen? En als daar dingen uit naar voren komen, ik noem maar wat, we zien een medewerker die heeft nog een ring om. Dan zeggen we van, hey, medewerker heeft een ring om, komt het op het werkoverleg. En dan is het een kwestie van, jongens, we moeten elkaar erop aan blijven spreken dat het niet kan. Het mag nou helemaal niet, dus ring af. Martin heeft ons duidelijk een stuk wijzer gemaakt, tenminste mij wel. En ik denk u ook. En ik hoop dat u daarom nieuwsgierig geworden bent naar de rest van onze serie. Dus volgende keer kijken naar de serie over zorg en wooncentrum De Haven.